Hoi allen, ik ben Tim en in deze video bespreek ik de hints en theorieën van aflevering 9. We bespreken onder andere een rare actie van Ranomi die erg opvalt, Rick die veel hints naar de mol geeft en de mol spreekt zichzelf anders aan dan bij de andere finalisten. Goed, opdracht 1, abvallers. Allereerst gingen de kandidaten de discussie met elkaar aan wie als eerste ging abzeilen, wie als tweede, als derde en als vierde. Soy wilde niet dat Daniel als derde ging, want hij had ingevuld dat de mol als derde ging abzeilen tijdens de test. En Soy verdenkt Daniel dus niet, zegt hij later in zijn biecht. We weten dat Soy natuurlijk afgevallen is, maar waarom kiezen de makers ervoor om deze specifieke biecht van Soy in de montage te laten zien? Totaal mislukte, want Daniel ging als derde. Dus ja, die vraag is dan ook weer niet goed in de test. Het zou kunnen dat de makers niet willen dat Daniel verdacht is. Want voor ons de kijkers lijkt het nu alsof Soy afvalt door die ene vraag op Daniel te zetten. Maar er is natuurlijk ook meer dan één vraag in de test. Dus ik denk dan ook dat die specifieke vraag over Daniel die als derde gaat abzeilen juist wel goed is gerekend, omdat hij de mol is. Verder valt het nog op dat Ranomi is vergeten wat ze had ingevuld bij de test. Ze zei dat de mol in ieder geval niet als eerste moest abzeilen in haar biecht. En daarom ging ze zelf ook als eerste abzeilen. Dan kwamen we bij de telefoontjes uit en hier viel op dat Ranomi dit zei. Sarah betrapt wel groen, vrouwtje wel klein kistje. Maar als we dat gesprek met Sarah terugluisteren, dan valt het op dat ze juist iets heel anders herhaalt. Als het jurylid mij heeft opgemerkt tijdens de opdracht met het koor, dan kan je wel een groen kistje openen. Nou, zij was er natuurlijk niet uitgehaald, dus we moesten niet voor een groen kistje gaan. Want ze moest juist geen groen kistje openmaken, omdat Sarah niet eruit gepikt was door het jurylid in aflevering 1 met de opdracht van het koor. Erg gek dat Ranomi dit dus omwisselt. En de biechten zijn ook later opgenomen, dus kan ze eventueel als mol zijnde makkelijk even in haar biecht zeggen dat het niet de bedoeling was om een groen kistje te pakken. En dan later toch maar alles omwisselen. Om dit nog meer te versterken, zegt ze daarna op een paar seconden later dat zij niet een groen kistje moest pakken. Sarah, geen groen. Het is heel erg ingewikkeld allemaal, maar het komt er natuurlijk dus op neer dat Ranomi dingen omdraait. Dan natuurlijk Daniel, die helemaal geen telefoontje opnam. Erg verdacht natuurlijk, hij improviseert door blauw te noemen. Erg slim, want niemand van de afvallers heeft het over de kleur blauw. Maar dan is het alleen slim als je de mol bent, want de mol wil natuurlijk geen geld. Ik heb even onderzoek gedaan en met alle resultaten van de afvallers lijkt het te gaan om een klein kistje met een rood vierkant. Waar dus de 2000 euro in zou gaan. Maar dan hierover nog iets over Jurre. Jurre zegt namelijk dat het echt totaal niet ging om de kleur rood. Terwijl door dit onderzoek het juist toch wel juist ging om de kleur rood. Nabil, 0 euro, niet rood. De terugblik die Nabil namelijk zegt is dat als hij met zijn groepje, waaronder Jurre zelf, tijdens de roadtrip 0 euro heeft verdiend, dat het rode kistje juist wel geopend moest worden. Dat zei Nabil tijdens het telefoongesprek. Als ik samen met mijn groepje 0 euro heb verdiend tijdens de roadtrip, dan kun je wel een rood kistje openen. Dus Jurre is hier eigenlijk ook aan het liegen tegen de kandidaten en de groep. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat hij het vergeten is, maar dan lijkt me het toch iets anders om dit. Dan zou ik dit niet zeggen in zijn geval. Dan even een nutteloze hint. Een mol houdt natuurlijk niet van de hoogte en Jurre wilde zo snel als het kon naar beneden. Jurre is dus de mol. Als we samen... Ik wil er zo graag zijn. Erg leuke opdracht was het natuurlijk ook wel. Want hierin kan je natuurlijk heel goed best wel een goed overzicht maken van wie er nou wel liegt en wie er nou niet liegt. Hierna volgde de eliminatie van Soy en daarmee klopte de podcasttheorie van mijn vorige video dus helaas niet. Erg jammer. En wat valt hier nog meer bij op bij deze eliminatie? Rick zegt namelijk het volgende. Welke twee kandidaten staan samen met Jurre in de finale? En hier kan je dus leiden dat Jurre dus de mol is en dus geen kandidaat. En dan valt nog de reactie van Daniel op als hij hoort dat hij in de finale zit. Hij blijft een sterke pokerface houden. Tenminste, zo lijkt het. En is niet net zo blij als toen Jurre hoorde dat hij in de finale zat. En daar zit best wel een groot verschil tussen. En als we dan toch ook nog een beetje naar reacties kijken, dan valt het ook meteen op dat Soy met een verdachte blik naar Daniel kijkt nadat hij het rood scherm heeft gekregen. En ondertussen zegt Soy ook nog dag vriend. Kan natuurlijk ook een hele normale reactie zijn, maar best wel in de richting van Daniel als eerst. En dat is best wel een gevaarlijke. Het kan zijn dat Soy denkt van, wow, jij bent gewoon de mol. Ik heb gewoon de hele tijd verkeerd gezeten.
En dan tot slot valt het op dat Rick zegt tegen Zoey: we kunnen wel zeggen dat je erg veel geluk hebt gehad. Een verwijzing naar Jurre geluk? Abonneer snel om op de hoogte te blijven van alle wekelijkse Wie is de Mol hints en theorieën video's. Toen kregen we een stukje te zien dat de finalisten in het restaurant waren. En hierin valt op dat Jurre zegt dat Daniel gaat winnen. Zegt hij hier eigenlijk gewoon dat hij zelf de mol is, want Daniel zit zeg maar vol op Jurre. Dan opdracht 2 van Ruilen komt huilen. Een hele leuke opdracht vond ik zelf. Ondanks dat het niet zozeer de beste finale opdracht ooit was. Het valt op dat er een blauwe tas ineens verdwenen was. En ik denk dat de positie als mol zijnde best wel een goede is om achterin te zitten. Dan kan je makkelijk dingen wegmollen. En om dan op de blauwe tas terug te komen. Jurre was degene die in het begin van de opdracht de blauwe tas bij zich had. Heeft hij dus deze tas weggemoffeld? Of weggemold? Dan even de afleveringstitel en de opdracht met de molafspraak. Een goede theorie die gevonden is door mollenjagers op Instagram. Bij Ranomi en Jurre zegt de mol namelijk op het einde: of is jouw tactiek de mijn? En bij Daniel zegt de mol dit als enige niet. Kan nog een edit trucje zijn, maar deze theorie zou best nog wel eens goed kunnen kloppen. Dan zei Jurre nog op de vraag van de mol of hij zichzelf sprak ja. Is dus eigenlijk weer een verwijzing naar zichzelf als mol. Of praat ik tegen mezelf? Ja. Dan tot slot om de video af te sluiten. De verdenkingen onder de kandidaten vallen best wel erg op. Jurre en Ranomi verdenken namelijk beide Daniel en Daniel verdenkt Jurre. Een goede finale situatie. En ik denk dus dat Daniel hierdoor de mol is en blijft. En dat is nog steeds mijn, ja, nog steeds mijn finale antwoord. Daniel is gewoon de mol. In de volgende video's van aankomende week zal ik de finalisten los bespreken door het gehele seizoen heen. En dan zal ik vooral de belangrijkste punten aankaarten in een soort recap. Ja, en ik denk dat deze video's in de loop van woensdag, donderdag, vrijdag online zullen komen. Dus heb je bijvoorbeeld woensdag heb je Daniel, dan heb je donderdag Jurre en heb je vrijdag Ranomi. Nou, dan wil ik jullie voor nu heel erg weer bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer snel mocht je dit nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer. Laters. Oh ja, voordat ik het trouwens even vergeet. Zoey, als je deze video kijkt, sorry voor het uitlekken van de silhouettenfoto.